het is dinsdag en dat betekent... Nee, het is geen dinsdag, het is maandag. Kelvin, waarom een video op maandag? Nou, dat ga ik jullie even haven en uitleggen, dus blijf gewoon kijken. Jullie vragen je ongetwijfeld af, Kelvin, waarom upload je een video op maandag? Normaal gesproken doe je dat op dinsdag, maar vandaag is het maandag. Nou, dat betekent ook dat hij deze hele week een hele speciale week is. Het is namelijk de Kelvlogweek. Zo, dat is eruit. En dan vraag je waarschijnlijk af, Kelvin, wat betekent nou de Kelvlogweek? Nou, dat zal ik je even haafijn uitleggen. Deze week komt er namelijk van maandag tot en met vrijdag elke dag een video. Oh, mensen, wees maar lekker blij. Mensen zijn blij. Achter hun stoel, ze springen op, ze worden blij. Ze pakken hun telefoon en gooien hem op straat tegen een automaatje. Wat doe je als je blij bent? Gooi maar, baf! Oké, Kelvin, even goed uitleggen. Oké, we gaan dit gewoon doen, dames en heren. Dit komt goed. Elke dag van de week komt er een verschillende soort video online. Dus dat zijn 4 verschillende soorten video's in totaal. En aan het eind van de week mogen jullie bepalen welke van de 4 soorten video's het leukste was. En die soort video, die gaat terugkomen op mijn kanaal. Zo simpel is het. Lekker, Kelvin. Maar voordat ik jou ga vertellen hoe je moet stemmen en hoe je dus blijkbaar kans maakt op deze super dynamische Kelvlogpet, ga ik jou eerst vertellen wat de 4 soorten video's dan zijn. Dus let's go! De eerste soort video die online komt, die komt morgen. Dat kun je waarschijnlijk raden, want ik heb net gezegd dat elke dag een video online komt, maar dat maakt niet uit. De video van morgen is een soort video genaamd Reageren Op. En met reageren op bedoel ik dat ik allerlei dingen laat zien, zoals ik in het verleden wel eens heb gedaan met bijvoorbeeld reclames of met programma's, en dat ik jullie ga vertellen wat ik er nou wel niet zo kut aan vind. De video van woensdag noemen wij ook wel de... wat was het ook nog? Oh ja! Wat iedereen doet. Dit heb ik ook al een keer eerder gedaan. En dit zijn eigenlijk video's waarin ik jou laat zien wat iedereen doet in bepaalde situaties. Dus het kan bijvoorbeeld zijn wat iedereen doet op de wc. Wat iedereen doet in de spiegel. Wat iedereen doet bij zijn schoonmoeder thuis. Gaan we door. En dat jullie allemaal achter je computertje zitten of achter je telefoontje en denken van... Ah, en dan zijn we alweer beland bij de donderdag. Jongens, de tijd gaat zo snel als je het naar je zin hebt. Heb je het naar je zin? Ik heb het vind het wel super gezellig. Moet je kijken dan, joh. Nee? Oké. Donderdag komt er een video online. Die noem ik persoonlijk 10 manieren om. En je kunt het vast al raden. Dan ga ik jou 10 manieren uitleggen hoe je iets moet doen. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn 10 manieren om je haar te doen. 10 manieren om te lachen. 10 manieren om te huilen. Je snapt waar ik naartoe wil. 10 manieren om alles dan maar ook te doen. En dat ga ik dus doen. En op de vrijdag, dames en heren, dan is de week alweer voorbij, maar dan ga ik je toch een extra video geven. En op de vrijdag komt een video die ik ook wel noem. Nee, dat ga ik niet doen, want dat is namelijk een verrassing op vrijdag. Nou, Kelvin, waarom zeg je niet dan gewoon wat op vrijdag komt? Dan kunnen we dan stemmen, man. Ja, ik wil jullie gewoon lekker spannend houden. Ik wil er gewoon voor zorgen dat je vrijdag ook kijkt. Want ja, het is één grote verrassing wat er op vrijdag gaat gebeuren. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En nu ga ik een boertje laten. Dat was echt een rare boer. Oké, hier in beeld zie je allemaal 4 verschillende plaatjes. En dat zijn de 4 plaatjes van de 4 ideeën die je deze week gaat zien. En ik ga je wat leuks vertellen, namelijk de manier hoe je kan stemmen. En dus kans maakt op de enige exclusieve, nog niet eens te koop, Kelvlogpet. Misschien is hij al wel te koop als je het kijkt. Maar goed, nu nog niet. Dus het is speciaal. Ja, ik ga jou vertellen hoe je kan stemmen. Je moet namelijk even in de beschrijving kijken en daar kun je 4 plaatjes downloaden. Deze 4 plaatjes en daarmee kun je dus laten zien waar je stem op uitbrengt. Dan ga ik jou vertellen, ga niet stemmen voor de vrijdag. Want ja, op vrijdag zie je pas wat het 4e idee is en misschien vind je die allerleukst. Dus eigenlijk zou ik je aanraden dat je vanaf vrijdag om 4 uur kan stemmen op je favoriet. En dat doe je door dit plaatje te tweeten of te Instagrammen of je weet ik wat allemaal. Zet hem op je Snap, zet hem op de achtergrond van je telefoon. Je mag het allemaal doen. Bedenk iets leuks. Dus als je op zo'n leuk mogelijke manier, en zo speciaal mogelijke manier, op zo vaak mogelijke manier het plaatje deelt van je favoriet met hashtag TheKelvlog, dan maak jij kans op een jaar lang gratis naar de wc. Ik zou maar dan doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je er gewoon van op de hoogte wil worden gehouden dat ik video's upload. Want ja, ik leef nog steeds. Tot morgen.